De One Stop Shop heeft voor mij een heel groot verschil uitgemaakt. Ze lichten je in van wat het precies met je is, hoe je de zaken gaat hoe zij het gaan aanpakken. Ik heb alleen maar positieve vooruitgang gezien. Mijn wondjes zijn genezen en of aan het genezen. Hoe je moet eten, hoe je wond moet verzorgen. En ze nemen ook de tijd voor je. En de zorg is uitstekend. One Stop Shop, daar gaat het eigenlijk om. Het is eigenlijk een plekje waar mensen met een chronische ziekte, want het heet ook One Stop Shop voor chronische ziekte, die daar terecht kunnen om eigenlijk onder één dak, op één plek, hun zorg te krijgen die hoort bij die chronische ziekte. Nu hebben we natuurlijk heel veel chronische ziektes, maar onze eerste insteek zijn de diabetes geweest. Diabetes zijn mensen die zo'n complexe ziekte hebben, dat ze zoveel klachten krijgen, dat we met hun begonnen zijn om de One Stop Shop in het leven te roepen. Stel dat er iemand binnenkomt. Dan wordt hij dus door de administratie opgevangen en de administratie heeft even een gesprek met de persoon, we zeggen een intakegesprek, waarbij wordt uitgelegd hoe dat hier gaat. En dan krijgen ze een brief mee voor de huisarts. En dan wordt er een afspraak gemaakt en dan komen ze en dan worden ze door een case manager opgevangen die dus die hele lange vragenlijst met ze doorgaat. En ze doen niet alleen de vragen, ze doen ook wat testen. Een van ze is bijvoorbeeld de 6 minuten wandeltest. Dan gaan ze dus laten zien als ze fit genoeg zijn om in 6 minuten een bepaalde afstand te lopen. Ze moeten een foto van hun ogen maken, een retinafoto. De achterkant van de ogen is heel belangrijk om te zien. Suikerziekte maakt dat kapot. En daar maken we een foto van en de oogarts kan dat voor ons beoordelen. We doen een voetonderzoek. We weten allemaal hoe belangrijk onze voeten zijn. Diabetes hebben een probleem met hun voeten, dus we testen als de zenuwen daar nog goed werken. En we hebben nog een andere test die we doen, dat is een psychologische test om te zien van, heeft de persoon te veel stress, te veel angst, is er een depressie of noem maar op. Nou, als alles heel mooi gedaan is, dan hebben we een heel mooi grafiekje, dat noemen we een spinnenweb. En dan kan je laten zien van, hoeveel risico loop jij op het krijgen van nierziektes, of dat die tenen slecht worden, of dat de ogen achteruit gaan, of overgewicht. We weten van overgewicht is een heel groot probleem. Nou, en dat bespreken we met de patiënt. Er is wel nog een stukje bij de One Stop Shop. En dat is dat we een wondkamer hebben. Diabetische wonden zijn vaak ook onder de voet. En dat betekent dat mensen continu op die wond lopen. Ja, als je continu op die wond loopt, dan geneest die ook niet. En wat wij in ieder geval doen, is wat we noemen ontlasten. Dan plaatsen we daar een stukje vilt aan die voet, waardoor men niet op die wond loopt, maar op het vilt. Waardoor die wond de gelegenheid krijgt om te genezen. Ik ben eigenlijk tot 3 keren toe bijna heb ik ervaren dat mijn been geamputeerd moest worden. En ja, dankzij de One Stop Shop de zorg dat ik hem nog behouden heb. Het succes van de One Stop Shop, we hebben medisch studenten gevraagd om in de wondkamer voor ons te kijken, om echt medisch onderzoek of wetenschappelijk onderzoek te doen om te zien of het echt werkt. En het werkt echt. Wat we gezien hebben is dat ongeveer 50% in 12 weken dicht zit. En als we iets langer kijken, ik denk dat we tegen de 4 tot 6 maanden aan zitten, dan zit ongeveer 80% dicht. Dat is dus een heel hoog percentage. En dat komt ongeveer overeen wat men internationaal eigenlijk haalt. En we doen geen extra dingen, het heeft te maken met frequentie en goed doen wat je moet doen. Dus dat is 1 succes. Het andere succes is er natuurlijk ook, want we praten natuurlijk ook over de screening, waarbij mensen nog geen wonden hebben, maar dat we dus wel die educatie geven en uitleggen. En wat we zien in de afgelopen 2,5 jaar, zien we dus inderdaad dat in de groep die we al 3 keer gezien hebben, dat en de suikerwaardes, en de bloeddrukken, en de gewichten, en het cholesterol daalt. Kijk, het feit alleen al dat er een diëtiste aanwezig is, specialisten hier komen, artsen er zijn, en verpleegkundigen, stagiairen, nog gewoon een compleet team. Ook bij de administratie is het zo van, dat je het gevoel hebt van, ik kan anytime even komen. Zit ik ergens mee, hier moet ik terecht zijn. De basis is je voeding. Als je beweegt,
en een goede balans hebt in je voeding, intake en dan de gezonde keuzes maakt, dan kan je zien, kan je langer leven, gezonder leven. Educatie is een plek die we hebben opgezet waarbij we 12 weken lang niets anders doen, iedere week een keertje met een groep om te praten over suikerziekte. Ik kwam maandag en donderdag en dan leerde ik steeds wat over het lichaam, ja, wat je moet drinken, wat je niet te veel mag eten. Eén ding, ik hield ontzettend veel van cola, maar toen ik hier ben gekomen heb ik gehoord, cola is zeer slecht, ben ik ermee gestopt. Direct ook. Het is niet zo fijn als je merkt dat mensen er eigenlijk beter van worden. En dat het verhaal helemaal niet zo moeilijk is als wat mensen zeggen. Want als je begint te praten over chronische ziektes, dan hebben alle mensen... Oh, mijn hele leven, mijn gunst, en nu is het moeilijk. En nu ga ik vroeg doodgaan. Jammer, mijn voet wordt geamputeerd. Dat is helemaal niet waar. Je kan 100 worden zonder al die moeilijke complicaties. Maar je moet je wel aan de spelregels houden. En als er mensen zijn die bereid zijn om samen met jou te helpen dat dat gebeurt, dan staat de wereld open om te genieten.